Hi tweeling, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandela. En deze week is het voor week nummer 22. En dat is van maandag 30 mei tot en met zondag 5 juni. Staan de kaarten schudden om te kijken wat week 22 voor de tweeling gaat brengen. Dan lijkt het tweeling alsof deze week misschien wel een week is waarin er een uitdaging kan zijn. Op zich hoeft die uitdaging helemaal niet het verkeerde te zijn, want ik heb het idee dat er aan de andere kant heel veel warmte ligt, heel veel liefde ligt, heel veel beweging naar jezelf toe. En ik heb ook het idee dat je heel erg wilt delen. He, dus de uitdaging kan er bijvoorbeeld ook in liggen dat je het te gezellig vindt, of dat je toch wel een heel stuk van jezelf laat zien, waarbij je misschien wel wat te veel van jezelf laat zien, of waarbij je toch wel heel erg open en gevoelig bent. En dat is niet per se slecht, dat is eigenlijk gewoon hartstikke goed. Maar ik heb het idee dat je het misschien voor jezelf een beetje als een uitdaging kan zien. Terwijl het eigenlijk ook heel veel mooie dingen kan gaan brengen. Een stukje kwetsbaar zijn, het kan een stuk zijn waar je later van denkt: van nou, dat had ik anders willen doen. Ik zou willen meegeven, lieve tweeling. Het lijkt eigenlijk alsof je deze week misschien een klein beetje dat gevoel hebt. Maar eigenlijk heb ik het idee dat je er ontzettend veel mee gaat bereiken. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.